Op het terrein van de huisvuilcentrale in Alkmaar is donderdagavond een explosief gevonden. Om wat voor voorwerp het precies gaat, kon de politie nog niet zeggen. De vondst werd gedaan in de fietsenstalling op het terrein. De ingeschakelde explosieve opruimingsdienst concludeerde dat het daadwerkelijk om een explosief ging en heeft dat op de vindplaats laten ontploffen. Uit voorzorg is de aan de overkant van de weg gelegen Gamma Bouwmarkt ontruimd. In de huisvuilcentrale zelf waren op het moment van de vondst geen mensen meer aan het werk.